Het is goed opletten op deze beelden. Achterin zien we twee mannen aankomen lopen. Al heel snel wordt duidelijk wat ze van plan zijn. Ze leggen een Molotov-cocktail tegen de gevel van de HEMA in Schijndel. En even later wordt deze ook aangestoken. Binnen de kortste keren staat de hele pui in lichterlaaien. De schade is enorm. De politie zoekt natuurlijk de daders. Hopelijk kunt u helpen. Zo zagen getuigen dat een van de daders een bijzonder mondkapje droeg, zoals op deze foto. Misschien zegt het u iets. Ook is meer informatie over het motief ook heel erg welkom. Waarom moest nou zo nodig brand worden gesticht bij deze winkel? Kunt u er meer over zeggen? Weet u wie erachter zit? Laat het weten. Bedankt voor het kijken en het meedenken. En wil je ons ook bij andere zaken helpen? Abonneer je dan op dit YouTube-kanaal. Misschien kun je ons wel helpen met deze of deze zaak. Bel met je tips 0800 60 70.